En op het presidentieel paleis was er gisteravond een beginnende brand. De brandweer van de post Knuffelsgracht kon de brand die in de balieruimte begon snel onder controle krijgen. Zo meldt het Nationaal Informatieinstituut NII. Na onderzoek bleek dat het een kortsluiting was. Volgens de brandweercommandant Linden McNack gaat het om de overbelasting van het elektrisch netwerk bij het paleis. De schade is beperkt gebleven tot sproei- en rookschade.